de winst ligt eigenlijk in het steppen en het berg opgaan en niet zozeer in het naar beneden. Dan kon je er best wel wat pakken en wat hard meesteppen, zeg maar. En dat steppen, dat is ook belangrijk om de honden niet te snel uit te putten. En ik hoorde Freek achter mij de hele tijd roepen. En ik dacht, ik mag gewoon rustig. Laat die honden wel een beetje zijn gang gaan. Ja! Je weet niet wat er achter je gebeurt. Dus het enige wat je kan doen is steeds zoeken naar meesteppen, laag zitten. Proberen een beetje ergodynamisch te zitten en een beetje het juiste pad kiezen. Ja!